TV Sternet. We zijn vandaag bij de Lammetjesdag in Buurssen. Schaapzetter van Haaksbergen. En hoeveel schapen houdt u nou eigenlijk? We hebben in totaliteit 400 moederdieren, dus moeders. En we hebben op het moment 350 lammetjes. Hoeveel lammen kunnen schapen nou per schaap, hoeveel lammen kunnen ze dan krijgen? Bij ons krijgen de schapen of 1 of 2 lammetjes. Oké, en hoeveel worden er ongeveer per jaar geboren? We hebben dit jaar 350, we moeten nog wat schaapjes aflammeren. Dus ik denk zo'n 400 lammetjes dat er geboren worden dit jaar. Nou, wij zijn ook begonnen met natuurbeheer. Omdat in het Haaksbergenveen allerlei boompjes en gras groeit en dat moet weggegeten worden. En onze schapen zijn eigenlijk de grasmachines. Oké, geeft u je schapen ook allemaal namen? Ja, heel veel schapen hebben een eigen naam. En je kunt nou de lammetjes ook allemaal zelf een eigen naam geven. En dan blijven ze dan onthouden.